Vlak nadat Rogier Blink zijn bronzen medaille heeft gewonnen in de mannen 2 zonder, hoort hij het verslag van de finale van de 4 zonder over de speakers. Het lijkt erop alsof de Nederlandse 4 op het punt staat om wereldkampioen te worden. Ik stond hier en wij probeerden net de beelden mee te pakken van de 4 zonder. En ik zie Nederlanders als eerste over de finish komen. En die Koreanen die zijn behoorlijk bezig al ons overal tegen te houden waar niet mag. En ik denk, nou ja, vanaf het atletenterrein heb je al een ingang, altijd een ingangetje naar het vlot waar niet gecontroleerd wordt. Dus ik denk, dat lag in ieder geval één iemand in de sloop. Maar toen zag ik dat Dirk en Peter ook wel gewoon over wat Koreanen heen waren gelopen. Dus er waren 3 zwemmende Nederlanders. Er waren 3 zwemmende Nederlanders. Maar je kan niks van die Koreanen zeggen. We werden netjes met een bootje teruggebracht. Daar was ik wel blij om, want het was een behoorlijk aan het zwemmen. Hey, die is mooi, hè? Fuck, jongens. Hey, die is mooi, hoor. Mooi, hoor. Ja, goed, man. Ik had wel iets meer verwacht. Omdat er iemand toch nog groen over aan het eind, of niet? Ja, Boris die kon lekker in de boot staan, ja. Die zat weer even lekker te fluimen. Maar gelukkig heb ik wel mijn best gedaan. Ik kan me ongeveer denk ik een uur geleden herinneren. Toen waren er wat minder praatjes in Miluke. Is dat al zo lang geleden? Ja, nee, kijk. Ik had er wel vertrouwen in, maar ja, je moet er altijd toch wel eventjes een bepaalde inspanning voor leveren. Well, who knows? I think the Dutch have just proved in the men's 4 what I said a little earlier on. No race is decided until you're across the line. Jullie hebben natuurlijk ook fantastisch gedaan. Bronzen medaille. Ja, had ik niet gedacht. Nee? Jij wel? Nee, ik wist het van tevoren al. Ja, nou, in het begin van het jaar dacht ik wel dat het kon, maar ik moet zeggen, met zijn ribblessure had ik er wel, werd ik wel wat zenuwachtig van. Het laatste stuk heb ik gewoon alleen mijn ogen dicht gedaan. En ik had geen idee dat we op de eerste plaats lagen. Ja, ik wist al na de eerste 100 meter. Draai de klok 1,5 uur terug en je ziet een hele andere Robert Luke. Bloedserieus, blik op oneindig, klaar voor de strijd die komen gaat. Want ook dat is een roeifinale op een WK. Wat is het eerste wat je tegen Rogier zei toen je won? Toen jullie over de streep waren gekomen en brons hadden? Geen idee. Ik heb een klopje op zijn knie heb gegeven en gefeliciteerd. Oh, 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 nee, nee, nee. Hij zei dat hij van me jopt. Oh, ja. Hola. Ciao, ma principessa. En wat gaan jullie vanavond eten? Ja, geen rijst, geen pasta. Geen rijst. Ik word er helemaal strontziek van. Ik dacht, we roeien echt super lekker in Amsterdam. Krijgen we hier 2 weken hetzelfde. Ik dacht, nou, het zal toch niet gebeuren. Diarree, alles. Maar gelukkig hebben we ons er doorheen geslagen. Maar vanavond echt geen rijst meer vreten. Daar ben ik echt helemaal klaar mee. Mij maakt het eigenlijk niet zoveel uit als het maar voedzaam is. Als het maar veel is. Ik zag ze net met hotdogs lopen bij de tribune. Ik denk dat we daar nog... Ik weet niet, maar misschien dat je dan ook echt een hete hond krijgt hier. Maar we moeten maar even kijken. Ik denk dat het wel goed gaat komen. Ja. Karaoke ook. Zeker. We moeten, ja, Jan is ook klaar. Dus geloof me, voor de karaoke moet je Jan Klerks hebben. Dus we zullen hem voor een potje uitnodigen vanavond.